Goedendag, je kijkt naar het weerbericht van dinsdag 12 november van Weerplaza. Een groot lage drukgebied boven de Noordzee bepaalt voorlopig het weer in onze omgeving. Het levert nogal een wisselend weerbeeld op met een aantal buien. De buien komen vanochtend vooral voor in de noordwestelijke helft van het land. De zon die breekt nu en dan ook door, maar vanmiddag komen ook in het zuidoosten buien voor. Bij buien is vooral in de kuststreken kans op hagel en onweer. En het wordt vanmiddag 6 tot 9 graden. Vanavond zijn de buien vooral weggelegd voor de westelijke helft van het land. Landinwaarts is het droog en klaart het op. De temperatuur ligt rond een graad of 4. Morgen schijnt de zon nu en dan, maar in de eerste uren van de dag komen ook nog buien voor. In de middag breekt de zon vaker door en blijft het nagenoeg droog. Er dus staat morgen minder wind en het wordt 9 graden. Donderdag blijft het nagenoeg droog, alleen in Zeeland. Is wat meer bewolking aanwezig en kan het regenen? Het wordt dan 7 graden. En vrijdag en zaterdag is er overwegend veel bewolking en valt er nu en dan regen. Het wordt dan hooguit 7 graden. Mijn naam is Diana Bouy van Weerplaza.